Hallo, mijn naam is Thierry en ik ben uitgever voor wiskunde en dus ook voor de methode Formule 1. Wat betekenen de nieuwe minimumdoelen voor het vak wiskunde? Voor de eerste graad B-stroom zijn er geen al te grote verschuivingen. De minimumdoelen zijn een stuk beknopter geformuleerd. Zo krijgt de vakgroep of de leerkracht meer ruimte om te differentiëren en zelf accenten te leggen. Ongeveer 70% van de lestijd wordt gedekt door de minimumdoelen. 30% kan zelf worden ingevuld. De leerplannen voor de eerste graad verschijnen pas in een latere fase, maar we volgen de communicatie hieromtrent op de voet. Voor de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit werd aan de minimumdoelen quasi niets veranderd. De belangrijkste wijziging is dat aan elk minimumdoel in betekenisvolle context werd toegevoegd. Het gebruik van contexten kan zeker motiverend werken voor de leerlingen. Het laat ze zien dat wiskunde gebruikt kan worden in alledaagse situaties. Welke impact hebben de nieuwe minimumdoelen op Formule 1? Voor de eerste graad krijgen sommige oefeningen een update en hier en daar wordt gesleuteld om ons materiaal nog te verbeteren. Wij willen met Formule 1 blijven inzetten op differentiatie en de leerkracht voldoende materiaal aanleveren om te remediëren en uit te dagen. Een hoofdstuk zoals opgeteld staat netjes, waarin ook een aantal droge rekenoefeningen staan, dit wil zeggen niet in een betekenisvolle context, willen we zeker blijven aanbieden. Leerkrachten gaven aan dat ze het belangrijk vinden om deze basisvaardigheden te blijven trainen. Wel zullen we in het jaarplan duidelijk aangeven welke leerstof er gelinkt kan worden aan de minimumdoelen en welke niet. Het traject wordt zelf uitgestippeld door de vakgroep of de leerkracht. Verder worden er ook een aantal check-ups geïntroduceerd. Dit is een reeks met herhalingsvragen over de verschillende hoofdstukken heen. In de tweede graad zijn er slechts kleine wijzigingen in het leerwerkboek. Formule 1 bood reeds heel wat oefeningen aan in betekenisvolle contexten en deze lijn wordt verder gezet. De belangrijkste verandering in de tweede graad is dat Formule 1 in september 2024 verhuist van Didit naar iDidit. In het eerste jaar is dat een jaartje later. We bieden de leerkrachten nog steeds een goed leerwerkboek aan, maar scheppen met iDidit extra mogelijkheden om leerlingen te remediëren en uit te dagen. De leerlingen kunnen op dit platform elke oefening uit het leerwerkboek digitaal inoefenen. Ze vinden er ook heel wat adaptieve oefenreeksen terug die zich aanpassen aan hun niveau. Leerkrachten kunnen dan weer hun eigen les samenstellen, toetsen klaarzetten enzovoort. Hoe blijf je op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen rond Formule 1? Je houdt best onze website in de gaten voor de laatste updates van Formule 1. Bovendien kun je ze ook in je mailbox ontvangen. Laat dan even je gegevens achter via ons formulier.